Waarvoor als nodig is. Ja. Iets heel anders. Er is een wilde otter overleden door de vogelgriep. Een wilde otter die in het natuurpark Lelystad werd gevonden, ziek werd gevonden en snel daarna overleed. Die blijkt te zijn overleden aan de vogelgriep. Dat meldt het Flevolandschap. Hij werd dus gevonden en het is pas het derde zoogdier dat tijdens deze huidige vogelgriepuitbraak aan het virus is overleden. Het zijn natuurlijk voornamelijk de kippen, het pluimveebedrijven die geruimd moeten worden, waar alle kippen en andere dieren worden afgemaakt. Maar ook natuurlijk wilde vogels die ziek worden. Ze kunnen dan niet meer goed vliegen. Trillen. Nou, het ziet er ook heel naar uit. Sommige vallen letterlijk uit de lucht. En je kunt je dus voorstellen dat de dierenambulance het razend druk heeft. Deze variant is wel echt heftiger en dus ook gevaarlijker. En daarmee zien we wel inderdaad, nou ja, soms dat ze inderdaad gewoon echt daadwerkelijk uit de lucht vallen. Vogelgriep is eigenlijk ligt de verantwoording bij de overheid. Waarom wij dit ook vooral doen, is dat dode dieren ook weer andere dieren kunnen besmetten. Maar het is zeker de oproep naar de overheden van let op de ernst van de situatie. Dit is een woerd die we opgehaald hebben en die bij iemand in de tuin gevonden is die overleden is. Nu zien we ook wel meer gewoon de diersoorten die hier gewoon leven, zoals een woerd en zwanen die gewoon hier op de randmeren heel veel leven. Dat we die nu langzaamaan zien omvallen. De tip is in ieder geval blijf van de vogel af en bel de dierenambulance in de plaats en overleg wat te doen. En dan zal de dierenambulance komen om het dier op een veilige manier weg te halen. Ja, Jean, dat is natuurlijk heel zielig voor de dieren, maar het is ook een financieel drama natuurlijk voor de pluimveesector. Ja, ik denk wel, er wordt natuurlijk gediscussieerd over de vraag hoe kwetsbaar de pluimveesector is voor dit soort dierziektes. En of je het niet in de toekomst anders zou moeten inrichten. Dat vind ik interessante vragen. Ik kan dat zelf niet goed beoordelen. Maar het feit dat het meteen om hele grote hoeveelheden dieren gaat die dan afgemaakt moeten worden of geruimd moeten worden. Dat vind ik wel zorgelijk, ook vanuit dierenwelzijn. Ja.